Omroep Max zet later dit jaar een gedenkwaardige mijlpaal in de schijnwerpers, de uitzonderlijke carrière van niemand minder dan André van Duin. Met een verbazingwekkende 60 jaar op de teller, heeft deze veelzijdige artiest, bekend als komiek, zanger en presentator, generaties vermaakt en ontroerd. Max viert dit jubileum groots met een tweeledig eerbetoon, een boeiende zesdelige serie en een betoverend concert. De serie zal een prachtige reis door de tijd bieden waarbij de meest memorabele framgenten uit Van Duins' rijke oeuvre de revue passeren. Gasten van Formaat zullen hun persoonlijke ervaringen en favoriete momenten met de kijker delen, waardoor een diepgaand en ontroerend portret van deze iconische figuur ontstaat. Het hoogtepunt van de viering vindt plaats in het illustere Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam, waar het Rotterdams Filharmonisch Orkest enkele van Van Duins' grootste hits tot leven zal brengen. Samen met een selectie van gerenommeerde Nederlandse artiesten, waaronder Richard Groenendijk, Meau, Denny Vera en Simon Kleinsma zal het podium bruisen van energie en nostalgie. Nummers als het legendarische Pizza lied, het aanstekelijke Er staat een paard in de gang en het ontroerende Dorp zullen de harten van het publiek veroveren. Het concert, gepland voor opname op 25 juni, belooft een onvergetelijke avond te worden, doordrenkt met musicaliteit en sentiment. De kaartverkoop is reeds gestart, waardoor liefhebbers van Van Duins werk zich kunnen verzekeren van een plaatsje bij dit historische evenement.